We staan hier bij de nieuwbouw van het Bevrijdingsmuseum. Hoe staat dat ermee? Nou ja, u ziet het, hè? We zijn volop bezig en het schiet op. We hebben nu even last van de sneeuw en de vorst. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg mogelijkheden om dat weer in te halen in de komende maanden. Voor de rest zitten we op schema, dus we gaan medio 2019 ook echt open, zodat we klaar zijn voor de grote herdenking in september. Wat wordt het verschil van het ene museum en het andere museum voor de bezoeker? Nou, in de eerste plaats worden we al groter. Hè. Het huidige museum heeft nu 2200 vierkante meter. We gaan naar 3000 vierkante meter. Dus het is een behoorlijke vergroting. Het wordt moderner, hè, want de huidige inrichting staat er al bijna 20 jaar. Dus de tentoonstelling wordt moderner. Hè. Meer beleving, authenticiteit, spanning ook. En voor de rest wordt natuurlijk het museum ook opnieuw ingericht. Nieuw museumcafé, nieuwe entree al, nieuwe museumwinkel. Dus we staan straks echt in een nieuwe jas. Ik zei zojuist dat we klaar willen zijn, hè, in september voor de grote herdenkingen. En met groot bedoel ik dat het dan 75 jaar vrijheid en herdenken is. En dat wordt landelijk, Europees natuurlijk gevierd. Nou, hoe mooi is het dan dat dan het nieuwe museum hier staat? Dat is het grote doel natuurlijk. Tijdens de nieuwbouw is dit museum gewoon open en de tentoonstelling die er nu is, is verlengd wegens succes. Wat is het succes daarvan? Ja, blijkbaar we hebben we een beetje gegokt van zou dit onderwerp het nou kunnen doen, hè? Het verzet van de communisten. We wisten dat de communisten natuurlijk een hele populaire rol hadden, een befaamde rol in de Tweede Wereldoorlog. Maar toch zijn ze eigenlijk een beetje uit de geschiedenis verdwenen. Dat heeft ook alles met de Koude Oorlog te maken. En we hebben toch dat idee doorgezet. En dan blijkt wel dat mensen dat waarderen. Dat we wat een nieuw verhaal te vertellen hebben wat mensen nog niet wisten. En uit alle hoeken en gaten, uit heel Nederland, zelfs uit Duitsland, komen mensen hier naartoe om dit verhaal te zien. Vandaar dat we gezegd hebben, we verlengen hem tot 31 maart.